Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebouw. Ik ben een journalist gespecialiseerd in popcultuur. En ik ben ook de auteur van het boek Mijn Vriend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. En dit vlogkanaal gaat over comics, strips en geeky dingen. En wat je hier ziet zijn twee uitgaven van Spider-Man. Twee Spider-Man comics die dit jaar zijn uitgekomen. Ter gelegenheid van het feit dat Marvel 80 jaar is geworden dit jaar. Zoals je kunt zien, Marvel 80 Years. Dit is een cover van, getekend door Eric Larson. Die tekende in de jaren 90 Spider-Man. Nam het over van Todd McFarlane. En dit is een cover getekend door Mark Bagley. En deze comic heet Self-Improvement, The Sensational Spider-Man nummer 1. Ze heet altijd nummer 1, want dat heeft te maken met het feit dat comics eigenlijk magazines zijn. En je kan dus niet zomaar een losstaand nummer uitbrengen zonder, of een losstaand issue uitbrengen zonder een nummer erop te zetten. Dus het is altijd dan nummer 1. Ook komt hierna geen Sensational Spider-Man nummer 2. Maar dat even tezijde. Wat maakt deze comic nou zo bijzonder? Nou, er zit een verhaal in van Peter David, maar dat is gebaseerd op een plot van Randy Schuler. En dat leggen ze ook uit in de comic. En dat ga ik jullie nu even voorlezen. In the early 1980s, before the first Secret Wars, Marvel fan Randy Schuler submitted a pitch for a story in which Spider-Man got a brand new all-black costume. Editor-in-chief Jim Shooter liked the concept enough to hire Schuler to develop it further, but the story never made it into comic book form. In celebration of Marvel's 80s anniversary, we're proud to finally bring Schuler's idea to life in the form of an adaptation you just read by illustrious Spider-Man writer Peter David and artist Rick Leonardi. En dan gaan ze, wat heel erg leuk is, ze geven daarna de tekst van Schuler's pitch, van zijn verhaal in eerste instantie, hoe dat verloopt. En daarna met de aantekeningen van Tom DeFalco erbij. Die zijn in rood. En die aantekeningen zijn soms illegible. De transcripten kon er in ieder geval niks mee. En misschien kon Schuler er ook niks mee. Want uiteindelijk is het niks geworden, dat verhaal dus. Behalve dat we nu jaren later een bewerking hebben van Peter David en Rick Leonardi. En die bewerking is nogal anders dan het verhaal van Schuler. Spider-Man wordt belaagd en staat in de fik door de schurk Firebrand. Die ontsnapt uiteindelijk, ondanks hulp van de Human Torch. En dan wordt Spider-Man naar de Fantastic Four gebracht. En gerepareerd, zeg maar. En ondertussen heeft Reed dan een nieuw kostuum voor Spider-Man ontworpen. Dat is dit kostuum. Bestaande uit instabiele moleculen, zoals ook het uniform van de Fantastic Four. En er zitten nog wel een paar andere dingen in. Hij heeft zijn webschieters aangepast, onder andere. Die reageren op een signaal van Spider-Man's brein. Kijk of je het een beetje zou kunnen zien. Maar hij heeft het niet helemaal door hoe dat werkt. Daar heeft hij heel veel moeite mee. Nog. En hij heeft een soort webvleugels onder zijn kostuum, zoals je hier ziet. En Spider-Man heeft grote moeite om het kostuum in eerste instantie te laten werken. En verongelukt bijna een helikopter ook hier. En dat is ook een van de redenen waarom hij uiteindelijk dat kostuum niet zal gebruiken. Net als eigenlijk in Schuler's script. Maar dat had het idee van Firebrand en zo. Deze gast. En wat hij met deze vrouw te maken heeft, dat is dan weer zijn ex. En die heeft zijn illegale bankrekening verdonkere maand. Dat is helemaal niet Schuler's idee. Alleen maar eigenlijk dat Spider-Man dat bijzondere kostuum dan heeft met bepaalde eigenschappen. Maar daar staat dus aan de basis. Uiteindelijk werd het dus helemaal niks eigenlijk, dit verhaal. Hè? Niet in 1982 toen Schuler dat indiende, ondanks de correcties van Tom DeFalco. En toch vond Jim Shooter het heel erg tof, dat idee van een zwart kostuum. Dus toen het tijd was om Secret Wars te schrijven, heeft hij het toch van de plank gehaald en aangepast. Dus Spider-Man krijgt dan nog steeds een kostuum met allemaal eigenschappen. Wat onder andere dus dat
zijn webschieters aan de bovenkant zitten. Maar ook dat het kostuum bijvoorbeeld het uiterlijk kan aannemen van elk kledingstuk waar Peter Parker op dat moment aan denkt. En het kruipt over de vloer als hij dat kruipt van zijn lichaam af als hij dat wil. Daar hebben we het al vaker over gehad, want dat kostuum wordt later natuurlijk Venom. Maar wat ik heel erg leuk vind, is dus dat Marvel dit verhaal uiteindelijk in een bepaalde vorm, ook al is het zwaar aangepast door Peter David, toch heeft uitgebracht dit jaar. En dat vond ik heel erg leuk om te lezen. En vooral natuurlijk, zoals ik al zei, om het scenario te lezen van Schuller. En hoe Tom DeFalco, wat een editor-in-chief is geweest van Marvel en een schrijver van Spider-Man, onder andere, en ook een hoofdredacteur van Spider-Man, ja, om zijn aantekeningen dan te lezen. En dat is heel erg leerzaam. Dus ik raad iedereen aan die wat wil leren over het schrijven van comics, nou, om die pagina's eens gewoon rustig door te nemen. Door deze comic te gaan kopen en die pagina's eens rustig door te nemen. En het is gewoon zo erg leuk om de verschillen tussen plot en het uiteindelijke resultaat van Peter David dan tot je te nemen. En dan staat er ook nog eens een keer als bonus een verhaal in van Tom DeFalco en Ron French. En dan geïnkt door Sal Buscema. En dat is het gouden team van Spider-Girl. En dan heb ik het niet over Spider-Gwen of zo, maar over de alternatieve versie van de toekomst. Waarin Spider-Man en MJ een kind krijgen, wat namelijk een dochter is. En die wordt Spider-Girl. Maar het is heel leuk om dit team weer aan het werk te zien. Want toen zij in de jaren 80 Spider-Man maakte, en daar heb ik het over Tom DeFalco en Ron Frenz, ja, was dat een van mijn favoriete creatieve teams om aan dit superheldenverhaal te werken, om aan Spider-Man te werken. Dat is gewoon grappig. Dus ik vind het leuk dat ze hen nog een keer een verhaal hebben laten doen. Wat mij betreft gaan die twee gewoon weer aan de slag. En maken ze deze week, beginnen ze als de vaste Spider-Man team aan een serie. Dat lijkt me echt fantastisch. Want ik vind die stijl van Ron Frenz gewoon heel goed bij Spidey passen. Moet je kijken hoe hij dit tekent bijvoorbeeld. Het ziet er toch fantastisch uit. En het is gewoon een hele goede tekenaar nog steeds. Dus dat is leuk aan Marvel. Bestaat 80 jaar dat ze met dit soort dingetjes aankomen, met dit soort projecten. En dat ze dan ook weer oude tekenaars van stal halen die Spider-Man ooit hebben getekend. Dat vind ik erg tof. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar de volgende.